Maar dat komt dus allemaal. Ik heb dus totaal niet wat koestingen heb om te doen. By the way, ik heb ook corona, dus ben ziek. Wat wil ik doen in dit godvergeten hol? Denk verder met. I don't know, ik weet niet wat ik wil doen. En beginnen met de bomen. Dit kan zo al niet blijven, dus. Ik denk dat ik daar ook maar ga opbreken. Ik heb nog ijzer, dus. Ik kan denk eens een ijzeren deur te zetten in de plaats van twee houten. Nu heb ik mezelf buitengesloten. En dan, hop. Zo, veel leuker. Oké, deze muziek is echt oud en ambetant. Wat ik nu nog wil doen is. Zo. Oh, dammit. Zo, ik vertel wel mooier. Oké, dus nu moet ik een mine vinden waar ik genoeg in kan vinden. Genoeg iron in kan vinden. Never mind, ik moet gewoon een goede mine hebben. Ik ben dus nu al 10 minuten aan het exploren naar een fucking goede cave. En deze minuten me tegenkomen. Wat interessant lijkt. Is dat. Gekke berg. Dus daar ga ik zo eens kijken. Oh! Kijk eens aan, het was een dripstone cave! Honestly, is het de eerste keer dat ik zo in tegenkom, een dripstone cave. Dus daar ga ik sowieso mee pakken. Dat lijkt me honestly wel echt cool om shit mee te maken. Jij komt toch niet naar hier, hè? Oh ja, ik wil naar u. Zo, dit is wel honestly echt cool. Ik heb nooit dripstone gevonden, maar ik heb ook nog niet even zoveel gespeeld sinds de nieuwe update. Oh god. Oh! Manneke. Doet het pijn? Ja, kanker. Oeh. Pointed dripstone. Nooit gehad. Ze nemen het allemaal lekker mee. Je weet wat ik hier mee kan vallen voor leuke dingen. Bro, kijk hoe groot die is, what the fuck. Auw. Deze is ook zo groot. Hoor ik water? Ja, ik hoor water. Wow, nice. Ik weet zelfs niet dat dat in de game zat. Die watermechanics van Stalag Mythe zijn de onderste. Dat is een Stalag Tite zeker. Hey, nu wil ik wel eens testen. Dat is natuurlijk zo'n mechanic. Niet dat als je. Oh, damn. Dat kunnen we voor zoveel gebruiken. Spont dat toevallig hier op? Weet iemand dat? Laat dat in de comments achter. Het is maar cool als dat spont daarop. Weet daar een paar leuke traps mee.
Koper. Hebben we er ook iets aan? I don't know. Kunnen we dat altijd meenemen? Eigenlijk ja, ik heb een idee. Iedereen die Minecraft speelt, die weet wel dat er normaal gezien een copper golem in kwam. En dat is gewoon niet doorgegaan. Dus nu wil ik ter ere van de copper golem, standbeeld bouwen. Maar ik heb ook nog koper binnen. Want dan heb ik heel veel koperbloks nodig. Dus wat ik nu ga doen is even de koper dat hier hangt allemaal mee chappen. En kunnen we dat gebruiken voor onze koper golem. Natuurlijk heb ik nog even kool meegenomen. Ah, dang het, die dingen doen pijn. Zelfs heb ik niet genoeg eten voor het overleven hier. Ik weet dat we dieper moeten gaan voor al onze iron. Daar zie je, dat is ons eerste slachtoffer. Dat is de eerste oor. Een vijn die ik op moet pakken. Als een vijn is. Hallo? Nee? Hallo, voor meer iron. Ja, dat was alles blijkbaar. Skeren start. En dat is nog meer. Mooi. Yeah, you one of the big boys. Ja, we hebben er gelijk voor 9 bij. Mooie vijn. Ja, daar is nog. Moet goed uitkijken, want ik doe daar heel veel dat ik gewoon langs iron doorloop. Ik doe dat blijkbaar graag. Zo, ik probeer met stack of 2 naar huis te lopen. Ja, dat is de doelstelling. Nee, nog meer. Nog meer. Ah, spijtig. Wacht eens, hè. Dus dat is de diepsluit, veronderstel ik. Kobbel diepsluit, ja. Daar kan ik nog wel eens leuks mee, dus... Heb ik dat ook mee gaan pakken? Ik weet daar wel eens mee. Ik denk nu ineens aan iets. Ik krab even de cave uit en dan kom ik weer terug. Wat ik dus nu aan het denken was, als mijn pickaxe even breekt, heb ik geen extra. Dus we gaan even wat nest gaan halen, zodat ik een oven kan maken en dan... Ja. En gewoon zo shit kan bekomen. Als jullie begrijpen, bedoel eerst craft table, dan oven, dan iron smelten. Blokjes, die zo, dat we sowieso pickaxes kunnen blijven maken. Ah, 32 is wel genoeg voor voorlopig. Ah, daar nog meer iron, daar ook nog. Als ik daar iets ga naar daar bouwen. Hey, redstone, dat kan ook wel van toepassing zijn. En zeker mijn kennende. Dus... Nice. Nog meer? Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar vroeger in de buurt van redstone zat altijd wel diamonds. Maar ik guess dat ze dat eruit hebben gehaald met de nieuwe terrain generation of zo. Jij bent van mij.
Dan denk dat we hier weer door zijn qua iron. Ja, nog niks. We hadden al een stack bijna. Yeah, boy. Anymore? Kom op, waar is de rest? Moeten er meerdere zijn? Moet wel. Nee? Toch niet? Godver! Oké, dus dan komt mijn plan nu alweer extreem goed uit. Zo. Ja, dat ik er dan gewoon twee maak. Oeh. In de tussentijd ben ik ook wel even hier langs gaan kijken. Oh wacht, ik vergeet het redstone. Waar willen we de dingen hebben? Zo. Oh shit. Waar is mijn redstone? Daar ga ik zelfs naartoe. Ik had daar, deze kant van de grot nog shit gezien. En die goud, weet ik ook niet of daar iets aan heb. Hey! Oh wow, ben lucky dat dat water er was, anders heb ik er fall damage genomen. Daar is nog meer iron. Nice, er is wel veel iron eigenlijk. Dat is wel goed. Hier is nog een lapis, dat had ik net gezien, dus dat wil ik komen ophalen. Ja, nog een redstone, dat is ook nice. Oh, oh. Ik ben gewoon weer hetzelfde toen als een aflevering 1, hè. Mijn eigen naam is Zeepelpa. Nu wil ik ook een ijzeren komen. Er zijn nog genoeg blokjes. Ik heb wel genoeg blokjes. Kom eens hier met mijn ijzer. Oh, hier zit er ook nog veel in. Dat is nice. Oh, daar is er nog één, zo. Hey, bitch. Maar het is er echt wel veel, eigenlijk. Ik heb al een diamond, dus dat is wel leuk. Iron, ja. 32. En nog meer lapis. Nog meer redstone. Nu is het zo mottig dat alles zo hoog is. Dat vond ik vroeger fijner. Alles was lager en korter. Oh, binnen bereik. Ik kan altijd terug gaan naar een andere game. Naar een andere... gameversie als ik wil. Hey, kijk eens wat ik hem opgevonden. Jackpot zou ik kunnen zeggen.
Oh oh. Oh fuck. Maar ik ga dat eerst afsluiten dat dat water wegblijft van het modder van. Zo. 36 iron, mooi. Zo'n paar tanden om op te lopen. Oh! Nog beter, jackpot. Oh my god, je hebt echt wel heel veel iron. We gaan het gewoon allemaal meepakken. Allemaal van mij. Oh, dat blijft maar doorlopen. Is echt super veel iron. Echt goed. En we zitten nog over een stack, heb ik een indruk. Dus dat is heel goed, zou ik zeggen. Zo, zie dus. Tol over een stack. En ik kwam voor 2 en ik denk ook dat ik iets meer dan 2 ga meenemen vandaag. Oh. Zo, mijn XP. Ja, nog maar iron. Ik begin te denken dat hier ergens ofwel veel zombies staan te wachten of een spawner is. Beide zou kunnen. Maar ik wil daar neer gaan werken. Hehe, mijn ijzer. Nu ben ik al dadelijk aan het tanken ben. Omdat ik onze ijzer aan het zoeken ga zijn. Dat ik veel ijzer nodig heb. Logics. Ben ik aan het tanken van misschien een ijzerfarm te bouwen in een van de, komende video's. I mean, het zou handig zijn. Redstone heb ik ook weer heel veel van. Ik heb mijn goud. Ik ook niet veel van mijn goud. 3. Dit loopt dood. Ah, jij wat hier nog niet. Dus jij bent hier van. Oh shit. Ik ga zo nog ergens dood, hè. Hey, ik ga mijn schut mappen. Ja, dat probleem hebben we nu al mijn pikken en mijn eggs is naar gelopen. En nu gaan we dadelijk een nieuwe maken, I guess. I guess dat dit wel een goede plaats is voor een tijdelijk kamp. Kamp, kun je daar een kamp noemen? Ik ga nog even wachten. We zitten nu hierop. Dus dat is nice. Nu gaan we een beetje verder. Kevin en. Oh. Niks. Zo. Glow squids! Oh, een nieuw beetje. Wat je. Kan je hier iets speciaal van? Ja, glowing sack.
Nice. Ik weet niet wat de rest kunt je denk ik zelfs niks mee. Ja, ik wil eens wat proberen eens een aquarium maken en daar glow squids in steken. Dat is voor de toekomst. Aquarium. Aquaria. Wat is het meervoud van aquarium? Aquaria of aquariums? Aquarium. Nee, dat sowieso nooit niet. Oké, daar gaan we beter niet meer toe. Laat me in de comments wat dat is. Aquaria. Aquariums of aquaria. Kijk, aquaria. Deze rot blijft maar groter worden. En blijf maar meer wapens vinden. Ja, des te beter, des te minder ik achteraf moet zoeken. Want er gaat een moment komen dat ik dat ook wel nodig heb. Hey, look what we found. Oh. Nice, zoals ik al zei vorige keer, ik wil 5 diamonds en dan begin ik te gebruiken. 3 voor. Hey, nice. En dan nog? Reveal yourself, I want to have you. Nee, niks te zien hier. Ja, was ook nooit niks te zien. Nooit niks geweest. Oké, 5 diamonds. Snatches, snatches. Oh damn, dit gaat diep. Oh my fucking god! Look at that! Wow! Capture this! Cave systems are nuts! Damn, die moet ik houden. Shit joh, gekke naast. Hier, op. Oh. Oh, je wil me in dat gat komen duwen of wat? Hoppa, je bent dood. Echt weg. Nee, maar daar gaan we veel vinden. Hoewel. Oh damn. Gekke shit. En een beetje iron miner. Woo! Look at that! Iron and miner kon je nog diamonds tegen. Dat is 1. Dan hebben we er 2. Krijgen we er 3. 3. Iemand 3? Nee. Twee, het zijn er 2. Dan hadden we 7 diamantjes. Doei. Hey, look at that! Goed zo! Ik ga ons strijden we af. En nog meer glow squid zakjes. Nice. We hebben 8 diamonds. Dat is wel mooi. Even zien dat hier nog iets interessants is. Altijd checken. Niks, oké. Okay. Zo, ah ja, daar hebben we nog iets gezien. Oh god, look at that. Nog meer diamonds.
Deze aflevering is goed. Herkennen jullie de witte blok? Oh, no, wow! Veel diamonds hier. Maar dat lava geluid staat mij niet aan. Zeker niet in de buurt van waar we nu zijn. Look at this, an amethyst. Nice. Amethyst blocks zijn wel echt nice. Wat ik nu wel even wil doen is dit inbouwen omdat ik een eigen kern met zelf is dood. Ja, hoe nice. Amethyst charge. Hey, kijk hoe snel die dingen teruggroeien. Ik kom hier zelfs nog eens. Sowieso. Voor als ik eens aan mijn twee stacks iron zet, dan kom ik er nog eens. Alleen onthouden dat ik hier naartoe moet komen, want dat ga ik sowieso niet doen. Kijk hoe groot het cave system is. Ik vind het echt wel doof wat ze hebben gedaan met de nieuwe caves. Zoveel beter. Omdat het zoveel groter is. Tegelijkertijd vind ik het ook niet veel beter, maar... Hey, ik vind het wel fijn eigenlijk. Het geeft Minecraft een heel ander gevoel. Oké, okay, the fuck. Creepy sounds, maar die zitten er al wel langer in. Dan nog sommige van die geluiden, joh. Daar word ik gek van. En ondergrondse zee. Dat is zo dope, hè. Het echte is dat ook. En dan vind ik echt zo dik, hè. Kijk daar. De map rendert het zelfs gewoon niet in, niet meer. Lol. Maar imagine de hoeveelheid resources we zouden kunnen meepakken als alles. Maar alle resource ores, of alle ores hier gaan breken. Besef hoeveel ik zou hebben. Zou er nut zijn. Oh! Fucking stop met schieten. Grote skeletten. Nu viel mij ineens iets binnen. Er zijn toch backpacks in Minecraft? Hoe maak ik die? Dan kom ik sowieso terug naar hier, zo. Want uiteindelijk... Het is niet alleen iron dat ik wel andere resources die ik nodig had, maar... Iron was een van de belangrijkste. Alleen dat ik de uitweg vind, dat gaat nog iets worden. Ik denk dat het wel vrij straightforward was, als ik me goed herinner. Weet je, ik kom er sowieso nog eens terug. Ik denk wel dat ik er iets leuks aan zou kunnen maken. Dus ja, ik ga naar buiten. Ik ga de coördinaten ergens opschrijven. Oh, maar een screen van een koorts, dat kan ik ook doen. Maar we komen hier sowieso nog terug.
Of te minen of iets te maken. Voor een reden. Nu moet ik even kijken bij mijn amethyst en dan gaan we door. Dan gaan we naar huis. En we zijn er alweer uit. Er komt zo'n pretty strijd voor. We hebben gewoon hou de rechtermuur aan. Echt nice. Kijk, het coördinaat hiervan. Waar heb je ook opschrijven? Zo hebben we daar gewoon een screen maar gepakt. Nu is het de vraag, langs waar kwamen wij? Als ik me goed herinner, zag ik die kant van daaruit, denk naar daar. Ook wel rechts aanhouden, denk ik. En als niet, dan is het wel zin. Hé, ik had gelijk ook nog kijk eens wat we hebben gevonden. Ons dorpje. Zo. Hopelijk zijn er nog niet te veel gedood door zombies, gelijk deze twee cirkels. En waarom laat ik nog zoveel hitte? Ik zeg letterlijk, ik hoop dat ze niet te veel gedood zijn, zodat er één achterna gezeten worden. Wat een zombies. Hey, deze knakker zal nooit uit zijn huis raken. Zo letterlijk rond in zijn huis gespawnd, XD. Even leegmaken zo. Zo cool eigenlijk, gewoon je huis onder de grond hebben zitten. Nee, ik vind het wel cool hoe dit hierbij staat. Dus, dat is een beetje beter. En mijn huis staat er ook nog, wauw. Dat had ik nu dus niet verwacht. Hé, hey, hondje. Jij hebt zeker honger en ik heb niks bij. Oei. Ja, ik heb echt totaal geen kool meegenomen. Ik heb niet een kool generator maken. Ik denk het niet, maar ik denk wel dat ik iets weet daarvoor. I have a big idea. Ik heb dus een leuk idee. Even terug naar het water gaan. Een bufferfish. Why are you running? Why are you running? Kom hier, klote beest. Ik wil nu serieus gaan wachten of tot hij uit zijn ei uitkomen. Yes! E-trap! Kom hier, kat! Jee, kom maar mee. Ik krijg een visje van me. Kom mee. Kom mee. Hallo, klote beest, kom mee hier. Hé, jongen, komt in. Wel, dat zal wel volgen. Nee, hij volgt niet. Oh.
echt later gaan zitten ergens op. Hier. Zit. Waar gaat je naartoe gaan zitten? Zullen we nu meekomen? Kom, zit. Je zit er graag op bed. Goed zo, blijf maar zitten. Maar hier dump ik gewoon mijn resources in. In deze. Wat heb ik nog? Ja, hier. En mijn thuis mag er ook bij. Koper, lapis. Hier, goud. Ik kon er een baan om. Laat maar. Ja, dan mag ik hier. Wat is dat? Oh, dat is een bij met. Nog resources erbij kunnen we nu niet halen. Ah ja, hier iron. Zo. Ik kan nog eten. Ja, yes, ik heb nog eten. Ik dacht dat ik zonder zat. Dat was niet goed geweest. Wat ik wil gaan doen is die koeien laten broeden, want dat wil ik ook gedaan hebben. Ik wil een beetje met een boerderijtje beginnen. Dat is meer voor de volgende aflevering, I guess. Zo. Ja, dat was het. Dat was weer een hele aflevering. En daarbij wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dus ik zeg, doei en tot de volgende keer. Yo.